Wij gaan driftig verder met filmpje Tig over de versen 248 tot 265 van Euripides. In de bundel van Hermaion staat daarboven twee oude dwazen. Aan het woord is nog steeds Penthuis. Hij heeft net verteld dat hij gehoord heeft over de dingen die er binnen en buiten Thebe gebeuren en over de vreemdeling die gekomen is. En die zegt dat Dionysus een god is, maar hij ziet hier nu nog iets anders. Atar, daar beginnen we mee. Atar betekent gewoon maar. Maar, todde, dit is een allotauma, een ander wonderlijk iets, vul aan het werkwoord esti, maar er is nog een ander, maar dit is nog een ander wonderlijk iets. Namelijk, de persoonsvorm in deze zin is horo, ik zie, wie zie ik, ton teraskopon, de ziener in de accusativus. En die ziener heeft ook een naam, Theresian, oftewel Theresias. De ziener Theresias zie ik, en poikilaisi nebrisi, in bontgekleurde hertenvellen. Nebrisi is de dativus meervat van het woord nebris, hertenvel. En dat is niet de enige die ziet, maar er staat ook te en de patera, de vader, en wel de vader metros tesemes, van mijn moeder, dat zegt iets over die patera. Die zie ik allebei. En dan staat er polun gelon, staat in de aantekeningen van Hermaion, betekent letterlijk veel gelach. In de accusativus, zoiets als vreselijk belachelijk. Want als je opeens die accusativus ertussen inzet, het zal wel een accusativus van betrekking zijn, met betrekking tot veel gelach, oftewel tot grote hilariteit, heel belachelijk. En ik zie, belachelijk als dat is, de vader van mijn moeder, en die zie ik terwijl hij bakgaiwonti zich als een bakgant gedraagt, narteki, inderdaad, die was enkelvoud, met een nartex. En nartex, dat is niet alleen maar een bepaalde plek in oud-christelijke kerken, maar dat is het Griekse woord voor de reuzenvenkel. Die heeft grote stengels en die kun je gebruiken als een staf. Vandaar dat dit woord ook als staf kan worden vertaald. Dus ik zie Theresias en ik zie mijn vader terwijl hij zich gedraagt als een bakgant met zijn nartex. En Penthuis zegt dan ook, anainomai pater, ik schaam mij, vader. Het is natuurlijk niet zijn echte vader, maar zijn grootvader. Dus ik schaam mij, en dan staat er een participium, ijshoroon, in de nominativus. Dat congrueert dus met het onderwerp ik. Het gaat dus over Penthuis zelf. Ik schaam mij, wanneer ik zie van ijshorao, wanneer ik zie to geras, de ouderdom in de accusativus, humoon in de genitivus. Terwijl ik zie de ouderdom van jullie, terwijl ik jullie ouderdom zie. En met die ouderdom congeweert een participium egon. Dit is dus na ijshoron een ACP, een accusativus cum participio, participio, sorry. Dus ik schaam mij wanneer ik zie dat de ouderdom van jullie niet heeft en wel niet noen, niet geest heeft. Oftewel, jullie ouderdom helemaal gek geworden is. Daarna komt er een vraagzin, een ontkende vraagzin in het futurum. En wanneer je een vraag in het futurum ontkent, dan probeer je eigenlijk een bevel te geven. Niet, nou, apotinaxijs komt van het werkwoord apotinasso, dat betekent afschudden, dat is dus een futurum. En in de tweede persoon enkelvoud betekent dat, zul jij niet afschudden de kison, de klimop, kissos is klimop. Dus zul je de klimop niet afschudden, met andere woorden, schud die klimop toch eens af. Oeke luiterant tursu met hesijs geir. Nou, met hesijs is het futurum van met hiemi. Dat betekent van alles, maar in de combinatie met een accusativus en dan nog een bijvoeglijk naamwoord in de accusativus betekent het zoiets als maken tot. Dus zul jij niet je hand vrijmaken, en staat hier weer oek, hè, niet. Zul je niet je hand vrijmaken, met andere woorden, maak toch je hand vrij. En waarvan dan vrij, die hand? Nou, dat zet je in de genitivus, dat is tursu van de tirsus. Met andere woorden, pleur toch, die tirse staf is weg. Emes metros, pater, pater, vocativus, vader, emes metros, van mijn moeder, oftewel grootvader. Nu is de grootvader, Katmos, die heeft er van langs gehad, gooi die zooi toch van je af en doe toch normaal. Je gedraagt je belachelijk, ik schaam me voor jullie. En nu schakelt Penthuis over op Theresias, de ander van het tweetal. Theresia, in de vocatieve Theresias,
su epeisas, epeisas aoristes van peito, overhalen. Dus jij hebt overgehaald, nou je kunt hem natuurlijk erbij bedenken, dat is Katmos uit het voorafgaande. Jij hebt hem overgehaald en waartoe je iemand overhaalt, zet je ook in de accusatives, dat is tauta, tot deze dingen. Jij hebt hem tot deze dingen overgehaald, Teiresias. Ton de autelijs, jij wilt, dat is de persoonsvorm en au betekent iets als op jouw beurt, jij wilt op jouw beurt. En dan staat er tonde, dat congeweert met ton daimona. Tonde ton daimona betekent deze godheid. Anthroporsi, poisi, sorry, in de datieve meervoud aan de mensen, staat in, dus in de datieve meervoud, zoals ik zei. En esferon komt van esfero, letterlijk binnendragen, oftewel introduceren bij. Dus jij wilt, en dit is trouwens esferon is een participium, terwijl je introduceert deze godheid, en wel deze neon, deze nieuwe godheid anthropoisi, bij de mensen, dus terwijl je deze nieuwe godheid bij de mensen introduceert, door dat te doen, wil jij, en dan krijg je een infinitivus, wil jij skopijn, wil jij kijken, en wel pterota, vogels, wil jij vogels kijken, met andere woorden, wil je weer je praktijk van vogels kijken op pikken, dus Penthuis zegt eigenlijk zoiets als, ja, het ging zeker niet zo lekker met jouw vogelkijken, jouw vogelwiggelarijpraktijk. Nou heb je natuurlijk weer een nieuwe god geïntroduceerd, want dan kun je tenminste weer aan de slag met je vogelskijkerij. Kai empuron mistus ferrein. Je wilt twee dingen, je wilt skopijn pterota, vogels kijken. Kai empuron, dat is samengetrokken tot kampuron. En een empuros, of een empuron is een brandoffer. En van brandoffers, want dat is een genitivus, zegt iets over mistus. Mistos is loon of beloning. En beloningen van brandoffers, oftewel beloningen voor brandoffers. En die wil je ferijn letterlijk dragen. Laten we het maar vertalen met verdienen. Dus door met die nieuwe godheid aan te komen zeulen, probeer je eigenlijk alleen maar weer aan de slag te kunnen met je vogelwiggelarijpraktijk. In het volgende stukje ziet het er weer iets anders uit. De rest van de filmpjes probeer ik op een iets andere manier weer te geven, zodat het er volgens mij voor jullie overzichtelijker uitziet. Ei, als, dat is het voegwoord. En ei mee betekent dus als niet. Dan staat er ex eruto, dat is een verleden tijd. Als je een ei en als zin hebt, een ei-zin met een verleden tijd, dan kun je er meestal an bij bedenken. Tenminste, die staat niet in de bijzin, maar die staat wel hier in de hoofdzin. En an met een verleden tijd is een Irealis. Als niet, de geras, de ouderdom, en wel de polion geras, want dat is onzijdig, de grijze ouderdom, zou beschermen, want zo geef je een irealis weer, en wie dan? Ze, jou. Als niet jou je grijze ouderdom zou beschermen, met andere woorden, als je niet zo oud was, hè, dezelfde reden waarom je jongetjes of meisjes met een bril op niet mag slaan, als je geen bril op zou hebben, dan zou ik je op je gezicht timmeren. Nou, hier zegt hij, als je niet zo oud zou zijn, dan katheso an, katheso, dat is de imperfectum vorm, tweede enkelvoud van kathemai, zitten, dan zou jij zitten, en bakgaisi desmios mesais. En bakgaisi mesais, oftewel midden tussen de bakgen en wel desmios geboeid. Dan had je al lang in het gevangen gezeten. Eis agon, terwijl je, of misschien wel liever omdat je introduceert, teletas, poneras, dat congeweert met elkaar. Poneros betekent alles eigenlijk wat slecht is, arm, armoeig, beroerd. Dus beroerde teletas, slechte rituelen. Dus omdat je introduceert slechte rituelen, inderdaad, in de accusatives meervoud. Gynaixi gar et cetera, want gynaixi, voor vrouwen, en dan staat hier hoppu, dat is het voegwoord, wanneer er voor vrouw, want wanneer er voor vrouwen. De persoonsvorm is gignetai, dat betekent letterlijk ontstaat natuurlijk, maar je kunt het ook vaak vertalen met zijn. Maar wanneer voor vrouwen er is, de ganos, het genot, of de flonkering botruos, dat is de genitivus, het genot van de druif, oftewel het genot van wijn, en daiti, bij de maaltijd. Met andere woorden, wanneer het zo is dat vrouwen bij maaltijden wijn gaan drinken, als dat is wat die rituelen behelzen, nou, dan, lego, zeg ik dat er oeg uden, nou, uden is een samengestelde ontkenning. Als je uden, sorry, als je een ontkenning
verdubbeld en de tweede is samengesteld zoals Uden, dan versterkt die de eerste. Dus Oeg Uden betekent niet niets, oftewel een heleboel, maar Oeg Uden betekent absoluut niets. Dan zeg ik dat er helemaal niets gezond is, vul aan einai namelijk, we zitten hier in een ACI-constructie, dan zeg ik dat er niets gezond eti nog is, toon orgion van de rituelen. Met andere woorden, dan deugt er geen klap meer van die rituelen. Het koor reageert door te zeggen tes, dus de bijaars, de genitivus kan vaak gebruikt worden in zo'n uitroep. Wat een goddeloosheid. Oxene, hey, vreemdeling. Dat is natuurlijk een beetje gek, want Penthuis is natuurlijk helemaal geen vreemdeling. Hij hoort juist hier in de stad, maar ja, doordat hij zich zo opstelt, lijkt hij wel meer een vreemdeling dan degene die de hele tijd vreemdeling werd genoemd, namelijk Dionysus in Mensenvermomming. O vreemdeling, ook aidai theus. Dat aidai, dat staat hier, de uitgang ei en ei, die zijn inwisselbaar in tragedie. Dit is dus de tweede persoon enkelvoud van aideomai, respecteren. Respecteer jij niet de theus, de goden? En, het is trouwens helemaal geen vraag, sorry. Het is wel een vraag, sorry. Toch. Respecteer jij niet de goden en Kadmon? Kadmos, en respecteer je Kadmos niet? Nou, van Kadmos wordt gezegd ton spiranta. Nou, spiro, zaaien, dat heeft als aoristus dit e, sper, sa. De stam eindigt op een ro, dan krijg je dus een pseudosigmatische aoristus. De sigma valt weg en deze wordt verlengd tot spijr. Dus denk niet omdat de stam spijr is, dat dit een presensvorm is. Het is een, wel degelijk een participium van de aoristus. Respecteer jij de goden niet? En Kadmos, diegene die gezaaid heeft, gegenesta gun, een uit de aarde geboren geslacht. En de kataischunijs, en maak jij te schande. En dan staat er een participium, oon, zijnde, een pais egionos. Sorry, dat pijltje moet andersom. Een kind van Egion, dus en maak jij te schande terwijl je bent een kind van Egion, genos, je geslacht, dat is toch afschuwelijk. Einde van deze passage.